Welkom en leuk dat je luistert naar de Revival & Ministry podcast. We maken geloofsopbouwende content voor voorgangers, leiders, sprekers en bedieningen om je te bemoedigen en toe te rusten in de roeping die God voor jouw leven heeft. Vandaag heb ik echt een hele mooie, bijzondere gast uitgenodigd en we gaan het vandaag hebben over hoe bouw je aan de nieuwe generatie in je kerk. En dus let op, voorgangers, dit is echt een hele belangrijke podcast voor jullie. Omdat dit gewoon echt heel belangrijk is hoe wij omgaan met de nieuwe generatie. En ik heb daarvoor Koen Nuiten, welkom. Dankjewel. Wat leuk, van She Generations. Yes, yes. En geweldig om hem te ontmoeten. Ik ken hem nog uit de tijd dat ik Christ Formation deed, want toen zat jij in de kerk bij Europoort. Ja. En daardoor hebben we een heel aantal keren ontmoet. En we hebben zelfs nog, ben ik meegeweest naar de vrijgezellenfeest van een vriend, Kuma. Oh, Kuma. Ben jij Kuma. Dus Kuma. Toen hebben we natuurlijk echt super tijd gehad. Ja. Dat was ook echt super gaaf. Dus daarvan ken ik je ook. En dus echt een eer dat je er bent. Ja, leuk. Hey, leuk maar kun je iets, ja, zeker. Hey, kun je iets vertellen over Seed Generations en wat je zeker, doet? Zeker, graag. Je zegt voorgangers, let op. Dit is een belangrijke. Dat is wat ik absoluut ook denk. Als je het voor jonge generaties hebt, kinderen, jeugd. De meeste mensen, als jij luistert en jij hoort dit, de meeste mensen die zijn tot geloof gekomen in die tijd. En wij zaaien heel veel in volwassenen. Hè, zij betalen, dus bepalen en zijn heel belangrijk. Ja. Maar dat is de groep, weet je wel, 80% komt gewoon daar tot geloof. Ja. Dus als je vruchtbaar wil zijn als kerk, moet je daar zaaien. Moet je daar ga je oogsten ook. Heel makkelijk. Zo, dat is een goed begin. Ja, dus dat sowieso. Maar ja. Als je het hebt over wat is She Generation? She Generation is eigenlijk heel simpel, weet je. Het staat voor het logo is een oog, zie. De C is zie. En dan zie de generations. Ja. Dus wij zien dus vaak de volwassenen, waar niks mis mee is. Maar als je kijkt in de Bijbel, de jonge mensen worden geroepen. Weet je wel? Heel veel jonge leiders in de Bijbel worden geroepen. Het zijn niet de ouderen, ook wel hoor. Maar vooral jonge mannen en vrouwen worden geroepen. David. Bijvoorbeeld, hè. En kinderen, weet je wel, die worden het geloof van de kind, hè, dat is de meest bekende Bijbeltekst misschien wel, in die gedachtegoeden wordt aan ons eigenlijk geleerd om te denken, zo denken als een kind. Dus wat ik dan vaak zeg, is wat we nodig hebben is het geloof van de kinderen, de passie van de jeugd en de wijsheid van volwassenen. Als het alleen maar geloof is, dan kan je alles wel geloven. Weet je wel, mijn zoontje Zion, die gaat dan op bovenaan de trap staan wel eens. En die zegt, papa, die weet, papa kan alles. Hij komt nog wel eens achter dat het niet zo is. Maar papa kan alles, weet je wel. Zijn geloof is volmaakt, weet je wel. Want zijn papa, kan, dus die laat zich vallen en ik moet hem vangen. Dat is ook wel eens misgegaan. We hebben ook een ziekenhuis geweest. Dat is echt zo. Ja. Serieus. Ja. Maar goed, die is dat gaat ook wel eens mis. Maar zijn geloof is volmaakt in zijn papa. Weet je? En als wij naar volwassenen kijken. Dus wij volwassenen willen vaak een volmaakt, een groot geloof hebben. Nou, kijk naar die kinderen dan. Dus dat betekent dat ook we moeten leren van die kinderen. En niet denken van, oh ja, die stoppen we even weg in een hockey. En die gaan we twee uurtjes knippen en plakken. Klopt. En dan kunnen papa weer even luisteren naar de dominee. En dan gaan we weer naar huis. Ja. Nou, maar dat is natuurlijk onzin. Weet je wel? Het is echt zo'n grote gemiste kans. En dan heb je de jeugd. Ik was zelf 20. Toen ik Jezus deed kennen. Ik was radicaler dan de Bijbel. Ik ging all the way. Hoppakee. We gingen naar Londen. Gingen samen met Kuma. Ja. Ja, en ging naar Londen. En gingen we daar zonder eten, zonder drinken, zonder geld. Zonder enige wat we bij ons hadden was Bijbel en een tandenborstel. Geen schone onderbroek. Kan je vertellen, we gingen 10 dagen heen. Na twee dagen draai je onderbroek om. Ja, op een gegeven moment doe je hem binnenste buiten. Ja, op een gegeven moment heb je ze al gehad. En nu staat hij in het museum. Ja, die staat. Allemaal schimmel erop. Ja. Maar je maakt prachtige dingen mee. Maar we stonden in de fik, weet je wel. Het enige wat we deden was gewoon evangeliseren. En vertrouwen op God dat hij voor onze slaapplek fixte. En dat eten kregen. En daar kan ik heel verhaal over vertellen. Ja, maar we stonden in de fik, weet je wel. Echt. En dat is wat jeugd is, weet je wel. Daar worden mensen geroepen. Daar gebeurt het. Ja. En dan, maar als het alleen maar passie is, dan kun je alles wel geloven. Hè? Dat zie je wel met die conferenties, weet je. Dan hebben ze opwekking en New Wine of weet ik het wat. Ja, klopt. En dan staan ze weer in de fik. En dan is het yes, weet je wel. Jezus, halleluja. En dan gaan ze naar school en dan komen ze weer tot het in het normale leven. Klopt. En dan, en wat dan, weet je wel? En daar is stabiliteit voor nodig. En daar zijn volwassenen zo goed in, weet je wel? Ja, wijsheid, levenservaring. Ja. Maar als het alleen maar wijsheid is, krijg je hele saaie kerken. Dus we hebben geloof nodig, we hebben passie nodig en we hebben wijsheid nodig. En dat is natuurlijk heel erg gevreemd nu.
Hè, ja. Het zit natuurlijk allemaal wel een beetje in ons. Maar ja. We kunnen van elkaar leren. In plaats van dat we denken van... wij gaan die kinderen wel even leren hoe ze moeten knippen en plakken. Of hoe het zit. Ja. Ja, mooi dus, man. Dus dat is waar C-Generation voor staat. Ja, mooi. Lange antwoord, maar dat is en hoe uitstel is dat dus? Je gaat naar kerken. Je spreekt daar. Je hebt... Ja. Avonden, trainingen. Precies dat. Dus okay. we doen veel generatiediensten. Dus waar jong en oud bij elkaar zit. En dan zeggen ze altijd, hoe kan dat dan? Ja, dat kan zeker. Dus alleen je spreekstijl aanpassen. En ook niet zo vermoeid. Wat doen we? Moeilijke woorden ken ik niet. Nee. dus dat spreken, nou, trainingen geven. Hoe doe je dat nou eigenlijk? Hoe verbind je nou generaties aan elkaar in jouw kerk? Dus dan kom ik naar je kerk en dan geef ik een training. Nou, tijdens corona bijvoorbeeld, hè, is er een lockdown en dachten, dan moeten we meer online gaan doen. Dus wat we gedaan hebben is allemaal video's opnemen met bekende Nederlanders. Christelijk bekende Nederlanders. Daar doe ik een battle mee. Dus dan sprongen we uit vliegtuigen. Ik heb gevochten met Robbie Hageman, die nu aan het vechten is met zijn leven, weet je wel, met de kanker. Oh, wow. Net als zijn laatste gevecht gevochten van de week. Heb ik drie rondes met hem in de ring gestaan. Eerste keer zeg ik, ik wil meedoen. Tweede keer mag je laten zien dat je beter bent. Derde keer wil ik de wereldkampioen zien. Hij is een tweevoudig wereldkampioen. Wow. Ik heb 6 weken gekneusde wereldkampioen gehad. Mijn ogen dit, mijn neelt, alles was kapot. Maar ik heb het wel gedaan. Ik heb elke keer opstaan. Yeah. Maar goed, toen ben je naar de genezingsdienst dan omgegaan. Ja, precies. Toen zijn we naar de genezingsdienst. Ja. Ik heb in een hoekje zitten huilen. Ja. Nee, ik kon een boel van nee, ik kon echt niks meer. Ja. Nee, maar dat soort video's namen dan op. En aan de hand van zo'n battle ging ik hem vragen stellen, weet je wel. Maar hoe betrek jij God nou hierin, weet je wel? Met Jan van der Bos bijvoorbeeld, Andries Knevel. Ja. Hoe betrek jij nou God in je leven, weet je wel? Je bent een bekend persoon, maar hoe uit je dat en hoe deel je dat dan? En dan heb je interessante gesprekken. Nou, dat werd heel goed bekeken door jonge mensen weer. Ja. Omdat zij zodat zij geprikkeld konden blijven op een laagdrempelige manier, op een leuke manier. Maar wel verbonden blijven aan Jezus, zeg maar. Want dat is uiteindelijk waar het om gaat, weet je? Ja, absoluut. Ja. Ja, mooi. Gaaf, man. Ja, dus dat zijn een paar dingen die we doen. Ja, gaaf. Heerlijk. Ja. Hey, en als ik mag vragen, hoe zou de jonge generatie... Kijk, je ziet al dat er heel veel mooie dingen gebeuren, maar hoe komt de generatie weer echt in vuur en vlam voor Jezus? Wat zou voor jou nodig zijn, nu, in deze tijd, om dat te doen? Weet je... Als je kijkt naar een kort voorbeeldje. Ik was pas bij een kerk en ik had daar ik sprak erover Ehud. En Ehud die steekt dan zijn kleine twee zetten zwaard. En maakt hij vergelijk met het woord van God. Tussen de vetkwabben van de koning. En hij liet hem daar zitten waar hij zat. Oftewel, hij liet het woord van God zijn werk doen in plaats van wat hij zelf ging doen. Dus hij stak hem tussen de vetkwabben. En ik had een heel verhaal over de kracht van de Bijbel. En daar gingen we preken over. En we zijn vervolgens komen in een, hoe noem je dat, pastorie geloof ik, weet je wel, van de dominee. En die zegt, ja, geweldig verhaal, bijzonder hoe dat gaat en hoe je dat doet en blablabla, een paar mooie woorden. Hij zegt, maar ik vond het wel heftig wat je zei. Kunnen die jongeren dat wel aan? En toen zei ik, dan zag ik mijn broek altijd een beetje. Ik zeg, meneer, laat me één ding heel duidelijk zeggen. Ik zeg, wat voor telefoon heeft u? Ja, gewoon zo'n oud dingetje, weet je wel, kan ermee bellen en sms'en en dat is het. Ik zeg, dat is het verschil. De jeugd, die zit de hele dag op TikTok. Die zitten de hele dag op Instagram met ze te swipen. En die worden de hele dag geprikkeld. Die zijn veel meer gewend dan wij denken. Ja. Ja. Dus om even terug te komen op jouw vraag. Wij schatten ze zo laag in. Dus gaan ze serieus nemen. Weet je wel? Ja. Ga op ooghoogte komen. Letterlijk. Maar eigenlijk vooral figuurlijk. Op ooghoogte komen. Kom in de belevingswereld. En ga daar echt worden. Dus niet een alleen maar Bijbelse theorie. Maar gewoon echt, wat is nou het echte rauwe verhaal? Weet je, we hadden het net even voor het gesprek over pijn en ziekte. Wat is nou, we hebben het over genezing. Maar wat is nou de zoektocht daarin? Wat is nou mijn verhaal? Wat is nou jouw verhaal? Gewoon de rauwheid van het leven. Dat je het soms moeilijk hebt. En dat je daar dat bespreekbaar maakt. Want dan zien ze, wacht even, hij is echt. En dat je laat zien dat ze niet een projectje zijn. Maar dat ze een individu zijn. Waarnaar geluisterd wordt. Want ze zijn op zoek naar identiteit. En dat is niet collectief, dat is individueel. Ja. En als je... Dus dat kost tijd. En aandacht. Ja. En dus de persoon gaan zien voor wie hij echt is. Ja, waar. En dan samen gaan ontdekken hoe God hem of haar gemaakt heeft. Ja. En dat kost tijd. En er zijn nog veel meer dingen. Maar ik denk dat dit wel een sleutel is. Ja, en... Weet je, want waar we het ook over hadden is, zeg maar, als het gaat over vuur en vlam. En dan gaf je net al aan van, ja, we moeten ze niet laagdrempelig benaderen, zeg maar. Ze kunnen al gewoon heel veel hebben. We onderschatten ze. Ja, 100%.
Ja, wat ik ook heel vaak zie en wat ik ook in de kerk heb meegemaakt, is altijd werd er maar gezegd, ja, we moeten het laagdrempelig maken. Ik snap wat, dan moeten we kijken wat de definitie van laagdrempelig is. Ja, absoluut. Ja. Maar ik geloof juist, of wat we ook zien, is dat bijvoorbeeld nu hebben wij alle, wij zijn ook op TikTok, 1,2 miljoen jongeren hebben gekeken naar filmpjes over de genezingen die ze zien. Ja, mooi. En krijgen ze hoop, geven ze hun leven aan Jezus en ze bidden het gebed mee. Ja. Sommige mensen worden zelfs door het gebed genezen. Gaaf. Weet je wel? En dan denk ik, ja, dan zetten we eigenlijk heel hoog in. Ja. We komen op een TikTok. Maar de andere kant zie ik ook, is dat steeds meer een soort... Het wordt gewoon één grote show. Ja. Zonder dat er überhaupt nog het woord van God wordt gedeeld. Dus waar vinden we dan onze identiteit? Ja. En hoe zie je dat dan? Ja. Hoe krijg je die balans? Wat jullie mooi doen, denk ik, is dat het jasje moet laagdrempelig zijn. Dus volgens mij is Jezus... was super laagdrempelig. Ja. Weet je, hij gebruikte voorbeelden over schapen. Hij gebruikte voorbeelden over wijnranken. Ik weet niet hoeveel wijnranken jij in de tuin hebt staan, hoeveel schapen jij in je voortuin hebt lopen, maar ik heb er geen één. Nee. Dus ik met dat jongen... Ooit tegen had een schaap. Oh ja, ja. Ja, dan ben je wel bijzonder. Ja, dan ben ik heel bijzonder. Ja, maar ik moest herder worden. Dus. Ja. Ja, nee, maar snap je, dus dan het spreekt niet tot mijn beleving. Als ik, en dit al helemaal niet tot de jongeren en die kinderen... Nee. En schapen en boeren. Want wij zijn dat niet meer in deze tijd. Dus het jasje is geen schapen meer. En wijnranken, maar is TikTok geworden. Ja. Maar in het jasje zit nog steeds een radicale boodschap van Jezus. Ja. Maar zie je dat ook, dat soms op een verkeerde manier wordt ingevuld? Ook in kerken, dat het heel laagdrempelig wordt voor jongeren. Of is dat niet... Ik weet niet of dat... Ja, ik denk dat er verschillende instapmodelletjes ook sowieso zijn. Ik denk niet dat het per se verkeerd is dat er verschillende instapmodellen zijn. Dus de één die haalt de drempel van de kerk heel erg omlaag. En als ze helemaal binnen zijn, weet je wel, dan kan je altijd het woord van God laten, weet je wel. Ja. En de TikTokjes, als je het hebt over genezing. Ja, er zijn gewoon heel veel grote groepen die daar überhaupt niet naar gaan kijken. Want wat zit die gozer nou te blaten? Weet je wel, dus er moet eerst even iets gebeuren. Wij hadden ook een laag instap, weet je. Wat ik eerst ga doen is uit een vliegtuig springen. Heel laag instappetje. Ja. Maar vervolgens zit er wel een gesprek over de persoon waar het wat mij betreft om gaat. Ja. Dus ieder mens die hier op aarde rondloopt, is ook in een andere fase. Dus volgens mij is het ook mooi, daar hadden we het ook nog even over hier vooraf, dat er verschillende bedieningen zijn, waarbij de ene dus de instap ook heel laag is en waar de ander juist al eigenlijk een beetje van een bepaalde basiskennis uitgegaan wordt. Maar dat die eventjes flink, dat daar even flink aan geschuurd wordt. Van, wacht even, God is eigenlijk wel groter dan mijn bubbel. Is eigenlijk wel groter dan mijn omgeving heeft laten zien. Ja. En daar is jullie bediening voor mij een heel mooi voorbeeld van. Dat er een radicale boodschap is waar de kracht van God vet zichtbaar is. Ja. 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 Maar er zijn ook andere bedieningen waar die jullie niet bereiken. Nee. En die zo laagdrempelig hebben, maar wel de naam van Jezus prediken, weet je wel? Ja. En uiteindelijk hoop ik, en dat is een beetje, ja, daar gaat het soms wel mis, denk ik. Dat is ook dat die je doorverwijzen naar jullie, weet je wel? Ja, ja dat is ook, weet je wel, dat is ook met die, je wil gewoon die boodschap over Gods woord, dat Jezus Christus aangenomen wordt, dat doop, bekering, doop, vervulling met de Heilige Geest, al die dingen. Ja. Ja, ik heb altijd zoiets, als dat niet gepreekt wordt, ja, dan denk ik van ja, dat hoeft. Dat is leeg. Dan is het leeg. Ja, maar uiteindelijk moet dat ook gepredikt gaan worden. Ja, ja. Uiteindelijk moet dat ook gebeuren. Want uiteindelijk... Dan hebben we de definitie voor mij voor laagdrempelig, zeg maar. Van ja, als dat niet gebeurt, ja, wat doen ze dan? Ze komen binnen, ze horen dan iets over God. Maar dat is niet per se wat je leven verandert. Nee, dat klopt. En hoe ga je dat dan als kerk? Hoe kun je dan dat vuur en vlam, hoe kun je ze in vuur en vlam zetten? Ja, dus dan ga je er even vanuit dat zo in die kerk zit inderdaad. Dat is natuurlijk ook onze luisteraars. Maar goed, we hadden het ook even over online. Dus dan heb je dan zit ook een andere doelgroep weer. Hè? Dus dat is heel belangrijk dat je je doelgroep kent. Ja. Want we zitten in die kerk. Dus die kinderen die willen of moeten. Hè, dat is natuurlijk ook wat dat vaak een groot ding. Ja. Ja, dat is een heel groot ding. En dan heb ik het in kinderen heb ik het ook over tieners eventjes. Die ik trouwens nooit kinderen wil noemen, maar goed. Dat is een ander verhaal, maar die zit in de kerk, ja, dan volgens mij is het dan nog steeds heel belangrijk. Verbinding, echt de individu zien, professionaliteit. De dingen zo neerzetten dat ze ook mee willen. Dat ze niet denken, oh ja, maar dit is saai, weet je wel. Dat is een stoffige, er staat die vent met zijn sandalen en geitenwolle sokken en die valse gitaar. Daar wil ik helemaal niet heen. Het moet ook wel gewoon goed zijn. Iets zijn waar ze naarheen willen. Want ze zijn gewoon heel veel gewend. Maar die tijd is natuurlijk ook zo enorm veranderd. Is enorm veranderd. Ja. Dus we kunnen 10 jaar geleden was de kerk...
Zo anders. Ja. Zo anders. Dus lieve voorganger, doe je wollen sokken uit. Ja, doe je wollen sokken uit. En ga eens kijken. Ja. Kom op ooghoogte en ga kijken waar zit die. Want dat is, daar ging het mijn verhaal over, over die kerk. Ja. Van die man, was het niet te heftig? Die preek. Nee, dat is niet te heftig. Ze zijn veel meer gewend. Dus de lat ligt ook hoger. Dus zorg ervoor dat het goed geregeld is. Heb je shit op orde als kerk. Ja. Investeer in die gasten. Ja, en vervolgens, dan zijn ze er. Ja, hey, en dan hebben we een podium. En dan hebben we een moment waar de kracht van God zichtbaar kan worden. En dat noem ik. Ik doe dat ook. Maar ook daar moet je niet gelijk rauw beginnen. Want ik weet niet hoe jij dat ervaart. Maar als ik een kerk binnenkom en ik zit en ik heb net ruzie met mijn vrouw gehad. Mijn kind heeft die zinnelijk aan het worden. En die heeft net heel zijn boel zitten onderscheiden. Weet je, de poep zit aan de muur en ik kom wat binnen. En die begint met de talen kanons de Bijbel open te doen. En ik denk, wat? Waar heeft hij het over? Kijk, wij zitten hier de dag we zijn bezig met de Bijbel. Met weet je wel, wij kunnen er enigszins instappen. Maar over het algemeen zitten daar heel veel tieners, kinderen. Denken, waar heeft die man het over? Weet je wel, waar heeft hij het over? Nou, ik heb nooit ruzie met mijn vrouw, dus dat scheelt. Nou ja, oké, ja. Nou, jij hebt een gezalfd huwelijk natuurlijk. Ja, ik heb een gezalfd huwelijk, ja. Nee, maar je moet dus eventjes op het niveau van waar de zaal, waar de mensen die naar jouw dienst komen zitten, die kinderen, daar moet je instappen. En dat noem ik fun, teach en impact. Dus begin met fun, daarna kom je met je onderwijs, wat wil ik eigenlijk vertellen. En vervolgens is het impact. Ja. Maar dat impact moment, daar gaat het uiteindelijk om. Ja. Dat is de kracht van God, dat is de bekering, de oproep voor doop, weet ik het al. Ja, maar daar werk je naartoe, maar daar begin je niet. Nee, want de mens heeft even de tijd nodig om even om daar naartoe te komen, zeg maar. Ja. Want jij begint eigenlijk nu al met een heel mooi punt. En wat eigenlijk mijn vraag was, even concreet, we hebben het in vuur en vlam gezet. Maar weet je wat, ik weet uit ervaring, en dat is ook waarom dat ik deze podcast heel graag wil, is dat je eigenlijk heel veel voorgangers zitten in het haar met de jeugd en de jongeren. Ja. Ze weten, dit is de nieuwe generatie. Ja. Ze willen die kracht in de kerk. Ze willen het vuur in de kerk. Ze willen die ouders willen ze in vuur en vlam zetten. Ze willen dat hun samenkomst krachtig is. Ze willen dat de kerk groeit. Ja. Ze hebben allerlei ballen omhoog te houden. Oudsten, dit, dat, die aanstellen. En dan komt er ook nog een nieuwe generatie. Die zitten daar dan ook. Nou, die worden nu nog in een soort stallen weggeduwd. Ja, ja. Schavenstalletjes. Schavenstalletjes worden ze weggestuurd. En dan moeten ze dan hun dingetje doen. Maar met de knippen en klappen, juf. Dus nog even los van het kinderwerk op zich. De stalletjes, de kleine stalletjes in plaats van de grote stal. Hoe kunnen voorgangers of leiders nu al ervoor zorgen dat de kerk gewoon een plek wordt waar een cultuur is waar jongeren ook opgebouwd kunnen worden? Ja. En hoe kunnen ze dat dan verweven samen met de ouderen erbij, zonder dat je inderdaad die geitenwolle sokken hebt? Ja. Dus kun je daar een aantal tips zijn heel veel antwoorden op natuurlijk. Maar begin met een mindset. Okay. Als jij 80% van je tijd normaal gesproken besteedt aan alle hele belangrijke dingen die eigenlijk niet zo belangrijk zijn. Want dat is natuurlijk vaak wel zo. Dat een voorganger tijd vaak wordt opgeslokt door allerlei randzaken. Ja, klopt. En, maar als we nou 80% gaan besteden aan je high potentials. 80% van je tijd. Dus dan draai je het om. Ja. Dat zijn dus je kinderen. Dat zijn dus je jeugd. En natuurlijk zijn dat ook een paar jonge leiders. En ook oudere leiders. Hè? Net zo goed. Als je daar nou waar de energie zit, daar je tijd in gaat steken. En 20% van de tijd van in lastige, uitdagende mensen. Ja, klopt. Ja. En dan draai je het om. En dat is een mindset. Ja, oké. Okay. Het is een mindset. Maar goed, die andere dingen lopen. Die lopen zijn, door. Ja, delegeer het. Ja, nee, klopt. Ja. Nee, inderdaad. Dat is een goeie. Ja, dus doe je nu toch ook met die stalletjes dus echt met kinderen? Prioriteiten gaan stellen. En dan bedoel je ook aan je leiders, aan je jeugdwerkleiders. Of gewoon echt ook af en toe is. Nee, ik zou vooral blijven bij waar jij voor gemaakt bent. Als jij geen kinderwerker bent en je bent wel een voorganger. Ja. Maar je hebt niet zo'n feeling daarmee. Doe het alsjeblieft niet. Maar dat je een visie ontwikkelt van hoe je dat in de gemeente gaat. Investeren in betaalde kracht. Investeren in training geven. Er hoeft helemaal geen betaalde kracht te zijn. Investeren in trainingen geven van je jeugdleiders. Weet je al? Ja. Van, dat zij opgebouwd worden in geloof. In hoe kunnen we dat daar doen? Weet je, investeren. Ja. Niet alleen met geld, maar gewoon met tijd. Als het een topprioriteit is, dan vind ik ook inderdaad. Joh, ga eens in geloof een stap zetten. En schep ruimte. Als het dan zo belangrijk dat je in je begroting dat je andere dingen laat. En dat je daar gewoon een persoon opzet. Ja. Die daar volledig mee aan de slag gaat. Juist. Dat vind ik wel echt een hele goede tip hoor. Ja. Ja, dat is eigenlijk de eerste die je aan moet nemen.
Dit is, want daar zit je high potential. Ja. Daar zit je toekomst. Ja. En we zijn bezig met nu de kerk te redden. Ja, terwijl je veel meer naar vooruit mag kijken. Ja. Nou, en een andere idee, wat heel goed werkt. Wat ook in hele grote kerken vooral heel goed werkt. Maar ook in kleine kerken. Is, laat ik eerst beginnen met een vraag. Als jij een preek geeft. Hè, jij bent voorganger geweest. En je doet hier natuurlijk nog van alles. Als jij een preek geeft. Wie denk jij dat het meeste leert van jouw preek? Noem eens een persoon die dan daar zit. Wie denk je, nou, die is echt het meest aangeraakt of bemoedigd? Nou, ik denk wel de mensen die het meeste honger en passie hebben. Maar qua doelgroep denk ik wel de wat jongvolwassenen. Ja. Ja, ik denk, zonder dat ik jou goed ken daarin, ik denk dat jij dat zelf bent. Ik denk dat degene die zeg maar zelf door de worsteling heeft meegemaakt om die boodschap, de autoriteit van die boodschap te brengen. Ja. Degene die de Bijbel is ingegaan, degene die de levenservaring heeft, dat helemaal heeft doorgemaakt. En die geeft zijn hele hebben en houden, als je een goede spreker bent, geeft zijn hele hebben en houden aan de zaal. En de zaal is die luistert naar jou of mijn verhaal of wie dan ook, iets verhaal. En ik denk, en dan gebeurt er altijd, want de kracht van God die doet meer dingen dan theorie, weet je wel. Ja. Maar uiteindelijk ben jij degene die er echt doorheen gegaan is. Dus wat wil ik daarmee zeggen? Op het moment dat jij, zeg maar, als ik een tienerdiscipel, wie leert er het meest? Ik. Want ik krijg de moeilijke vragen, daar moet ik over na gaan denken. Ja. En dan moet ik, mijn geloofsleven krijgt daar een boost door. Ja. Dus wat gebeurt er op het moment dat een tiener een kind gaat discipelen? Wie gaat er het meest leren? Ja, een tiener. Mooi. Ja, mooi. Gaaf. Ja, dus de tiener die gaat ineens aan. Die moet ineens anders gaan denken. Die moet ineens volwassen gaan worden in zijn geloof. Die moet ineens betrokken verantwoordelijkheid gaan nemen. Die gaat ineens bij de voetbalwedstrijd kijken van dat kind. Want die wil betrokken zijn. En die gaat ineens verdiepen in dat leven. En dat noem ik dan het Mattie-project. Of traject. En je koppelt bijvoorbeeld één tiener die enthousiast. Die zegt, ik wil meer van God. Dat is goed. Je kan de Bijbel ingaan, maar je kunt het ook gaan doen. En dan koppel je aan drie kinderen. High potentials. Okay. Ja. En die ga je discipelen. En jij, of als voorganger, of als een gedelegeerde andere leider. Die krijgt ook weer drie tieners onder zich. Dus de leider, de volwassene leert van de drie tieners. Want die krijgt vragen. Want ik heb nou een vraag van wat kind gehad. Dus het gaat dan zo een beetje zo door de kerk heen. Wow. Plus dat er relaties gecreëerd worden binnen de kerk, in de gemeente, die er normaal gesproken niet zijn. Want wat gebeurt er als de kerk klaar is? Dan gaan we koffie drinken. En wat gebeurt er? We gaan allemaal in ons eigen clubje, bij onze eigen generatie staan. Ja. Ja. Onze eigen vrienden, waar niks mis mee is. Differentiëren is goed. Ja. Dat is wel een moeilijk woord. Je zou het niet moeilijk maken. Je zou het niet moeilijk maken. Maar ja, we zijn nu met volgang. Die kunnen dat wel hebben. Nee, maar die weet je wel, en dat is helemaal goed, hè? Want ik heb ook ik heb andere vragen dan mijn kind. Dus het is, ik heb veel soms onder de mannen zijn. Maar het is ook goed om van elkaar te leren. Mooi. Ja, en dat is zeg maar een hele goede. Want kijk, de meeste kerken zijn natuurlijk. Ik denk dat. Ik merk dat zelf ook. Ja, zorg maar dat er gewoon een jeugdwerk komt. En dat er een dienst staat. En dan hebben die jongeren wat. Ja. Snap je? Mm-hmm. Maar dit is echt een geweldige aanvulling, omdat je dan. Ja, het is zo belangrijk omdat ze in relaties gaan stappen. Ja. En dat ze ook zelf gaan discipelen al. Ja, ja. Zo maak je discipelen. Zo vermenigvuldig je. Ja, ja. En ik denk echt de sleutel zit dat we. Dat wij denken vaak als voorgangers dat wij de kerk eventjes verder brengen. Maar uiteindelijk ben je zelf aan het groeien. En dat gun je eigenlijk iedereen. Iedereen. Ja. Iedereen moet aan de slag. In de sportwereld is dat al jaren. Hè? Dus vroeger werd het links af, rechts af, paasje, nu in de die. En dan nu moet je schieten. Nu wordt veel meer het spel stilgelegd. En is het van, oké, je staat nu hier. Je hebt deze drie. Wat zijn de opties? Wat zijn de opties? Normaal gesproken werd het me gewoon gezegd, nu moet ik pasen. Ja. Nu moet ik zelf van, er zijn er wel vijf opties. Ja, en daar word je beter van. Door opties te gaan zien. En onder druk uiteindelijk dat goed uit te kunnen voeren, want die heb je erover nagedacht zelf. Ja, dan wordt het intrinsiek. En dat is met geestelijk leven precies hetzelfde. Je moet er leren over nadenken, maar dat creëer je pas als je moeilijke vragen met weerstand. Ja, klopt. Gaaf, man. Ja. Ja, mooi. Heerlijk, man. Dit is echt een heel belangrijk onderdeel, omdat denk ik, discipelschap wordt altijd gelegd op onze, dat belangrijk is, dat wij de nieuwe generatie gaan discipelen. Ja. Maar inderdaad, eigenlijk als je kijkt naar de leerpyramide van Kiyosaki. Ik weet niet of je die kent. Roberto Kiyosaki? Nee. Van boeken Arme Pa, Rijke Pa. Oh ja.
Die ken ik wel. Ja, ik heb het niet gelezen, maar ken ik de titel. Ja, de titel. En ik vond het heel interessant omdat hij zegt van ja, als je zeg maar een jongere zelf bijvoorbeeld een boodschap laat geven. Mm-hmm. Dus je gaat met hem praten over de Bijbel of over geld of over wat dan ook. Ja. En je laat ze uiteindelijk zelf aan jou weer uitleggen hoe het werkt. Ja. Daar ja. leren ze eigenlijk uiteindelijk het meeste van. Dat is het. Ja, dat is ja. het. Ja. En daar zijn we nu ook met in onze fulltime Bijbelschool helemaal bezig. Maar dit is wel echt een hele toffe manier. Ja, ja. ja en daar zijn natuurlijk tips en tricks voor hoe je dat kan doen, want je kan niet iedereen koppelen en je kan niet iedereen zit erop te wachten, weet je wel. Nee, inderdaad. Je hebt heel veel uitdagingen. En wat ik kan nog even één goede tip, denk ik, geven daarin, waar je naar moet kijken, is eigenlijk ik geloof dat God iedereen op een bepaalde manier gemaakt heeft. En het is aan ons om te ontdekken hoe je bent gemaakt. Ja. En dat heeft alles te maken met drijfveren. Wat drijft jou in het leven? Nou, de één, om heel veel plat te slaan, de één wordt helemaal gek van fotografie. Weet je, die vindt dat geweldig. De ander heeft heel veel met sport. Weet je, die wil eigenlijk al die voetbalwedstrijden zien. Daar kunnen we allemaal wat van vinden. Maar dat zegt iets over die persoon. Dus wat nou als jij een volwassene bent en jij moet 3 tieners gaan discipelen, dan is het natuurlijk veel logischer dat je niet alleen maar elkaar vindt op het geloof, maar dat je elkaar ook vindt op een iets werelds, om het zomaar heel plat te zeggen. Ja. Eenzelfde type persoon, dat je die een beetje bij elkaar zitten, want dan hebben ze ook iets om over te praten naast alleen maar geloof. Want klopt. Het leven is meer dan geloven. Ja. Het leven is namelijk het leven die God ons gegeven heeft. Klopt. En op het moment dat je dat kan delen met iemand die zeg maar beter is dan jij. Bijvoorbeeld, neem maar even het voorbeeld van een fotograaf. Dus je bent de hele dag misschien die discipelaar, die jonge fotograaf aan het discipelen. En ik heb geen verstand van camera's, maar die is bezig met die camera. Zo werkt het, zo werkt. Maar waar hou je dat talent vandaan? En hoe betrek je je God daarbij? Want daar worden de echte vragen gesteld. Ja. Want dat is waar hun leven hebben. Ja, en daar zit de discipelschap van... dichterbij kan niet, want dat is hun leven. Ja. En dan hou je de discipelschap uit de kerk en dan kom je in het echte leven terecht, zeg maar. Ja, school en werk en stages, hobby's. Een van onze jongste kinderen die is echt helemaal voetbalfanaat. Hij is 5 jaar, kan supergoed voetballen. Oh ja, en alles is Mbappé. Weet je wel? Dus ik vergelijk nu alles met Mbappé. Je spreekt de taal. Je spreekt dat is wat Jezus deed. Ja, nee, klopt. Even dat er beschapen, iedereen had schapen. Vaak, ja, dan zeg ik, ja, het is hetzelfde als de scheidsrechter. En dan ben ik ook de scheidsrechter. Ja. Van ja, dit is wat je wel moet doen en wat je niet moet doen. Ja, maar dan snapt hij het. Ja, dan snapt hij. Hij maakt direct die link dan. Dat is inderdaad. Jacob had het ook, hè. Jacob die kreeg natuurlijk de droom. Bij Bethel was het, geloof ik. En dan lag hij op die steen. Dan kreeg hij die droom. En dan zag hij die ladder die naar de hemel ging. En dan gingen die engelen van beneden naar boven. En God is zo lief, weet je wel. Want God spreekt altijd in een taal die jij en ik begrijpen. Behalve bij Johannes en Patmos. Dat is een ander verhaal. Maar misschien past het wel bij Johannes. Ja, misschien. Nou ja, had hij niet duidelijk moeten opschrijven. Ja. Maar wat nou als Jacob die droom had gekregen en hadden allemaal straaljagers en raketten naar boven gaan. Ik denk dat hij zou denken, wat gebeurt hier? Weet je wel? Ja. Want dat niet zijn belevingswereld. Dat is niet de taal die hij sprak. Want hij begreep er niks van, want dat bestond toen nog niet. Nee. Maar hij gebruikte een ladder, wat toen ook waarschijnlijk wel bestond. Weet je wel, wat ze toen ook gebruikten. Dat leidde niet af. Het ging om de boodschap, de droom zelf. Ja. En God spreekt ook op een manier in een taal die wij begrijpen. Want hij is een vader. Jij bent een vader, ik ben een vader. Jij doet naar je kinderen ook geen taal. Dus zeg je net, jij spreekt in Mbappé-taal. Ja. En niet in differentiëer, wat ik net zei, taal. Want dan denk ik, wat zeg je nou, pop? Weet je wel? Klopt. Ja. Doe ik ook wel eens hoor. Ja. Even te laten zien hoe slim je wel niet bent. Ja. Ze moeten toch wel denken. Ja, want die man die kan ook wel heel veel. Ja. Die weet, mijn papa kan alles. Ja, inderdaad. Dat gevoel moeten ze wel halen. Ja, heel goed. En hoe heb je nog meer dingen, zeg maar, die dan... Hè, je hebt nu het mattenproject. Je hebt nog een aantal dingen. Hoe zou je nog meer, zeg maar, die cultuur... Wat zou een voorganger kunnen doen om die cultuur? Iets in preken of... Ja, dan heb je het over... als je dit zegt, denk ik gelijk aan de cultuur van geloof. Een cultuur van eer. Dat zijn twee van die elementen die worden hier vaak genoeg besproken, wellicht. Maar cultuur van geloof, hoe bouw je een cultuur van geloof? Is eigenlijk heel simpel door verhalen te vertellen. Jezus die vertelde heel veel verhalen. En dus door verhalen te vertellen groeit geloof. Fun, teach. Verhalen is teach. En dan vervolgens kan je het gaan doen. Dus dan, okay, dit heb ik meegemaakt. Dit is wat God kan en doet. En dan vervolgens ga je het doen. Door verhalen te vertellen. Het is een heel mooi voorbeeld. Ik weet even niet meer welk hoofdstuk van Handelingen.
Oh jongens, mijn Bijbelkennis wordt even op de proef gesteld. Moet ik even denken, hoe heet die manneke weer? Die gestenigd werd. Je hebt toch bij Herman Boon gezeten? Ja, hou je op, hou op. Yeah. Dit knippen we eruit hoor. Ja. ik zou eens Herman Boon bellen. Oh, ja. Je studenten kennen het nog niet uit. Nee, maar je hebt op een gegeven moment... Oh, het is echt heel erg, ik kom er ook niet meer op. Maar in elk geval, hij vertelt aan het evangelie. En uiteindelijk moet hij dan voor de fariseeërs komen en zo. En dan wordt hij ondervraagd, wat heb je gedaan? En waarom doe je dat? Dat mocht niet. En uiteindelijk krijgt hij de doodstraf, wordt hij gestenigd. Maar voordat hij gestenigd wordt... wordt hem nog één keer gevraagd. Maar wat is jouw weerwoord dan? En dan, ik heb me altijd afgevraagd waarom het is. Er worden 2,5 hoofdstuk wordt daaraan gewijd. Het is heel slecht, hè, dat ik het niet meer even helemaal goed. 2,5 hoofdstuk wordt eraan gewijd. En dan gaat hij de hele geschiedenis vertellen van Israël. Dat is over Stefanus. Ja, lekker, tik hem aan, dankjewel. Yes. Stefanus. En Stefanus, die gaat 2,5 hoofdstuk gebruiken... om te vertellen hoe het volk Israël alles heeft gedaan. Terwijl die dat vertelt aan de leiders van het volk van Israël. Alsof hun dat niet weten. Nee, maar wat doet hij daar? Hij is geloof aan het bouwen. Hij laat zien de kracht van God. Hij laat zien waar hij toe in staat is. En op dat moment, weet je wel, wordt de hemel geopend. Ziet hij, verandert zijn gezichten. En gebeurt er, komt er boven natuurlijk, komt de hemel eigenlijk naar beneden. Ja. Waarom? Omdat er verhalen verteld worden. Omdat er getuigenissen. Men komt geloof. De Bijbel zegt, Romeinen, men komt tot geloof door het horen van het woord. En wat men hoort, is de verkondiging van Christus. Yes. Niet dat zij geen Bijbeltekst smijten, maar dat is de verkondiging. Dat zijn de verhalen van Christus. Ja. En dat is wat hij deed. Hij vertelde de verhalen. Dus verhalen vertellen is zo belangrijk in een cultuur creëren van geloof. En waar een cultuur van geloof is, daar is verandering. Wauw. Dus een van zijn prioriteiten moet zijn, is dat, dat de voorganger ook de tijd neemt om intimiteit met God te hebben, zodat hij verhalen krijgt. Ja. Maar daar komen de verhalen vandaan. Daar komen de verhalen vandaan. Ja, absoluut. Weet je wel, dat ook zichtbaar wordt. Ja. En dat ze daarin ook voorlopers zijn. Ja, absoluut. Ja. En ik ga dan een stapje terug, want we hebben het over kinderen en tieners. Het begint voor mij, als je mij ooit hebt horen spreken, dan weet je dat ik dat eigenlijk altijd doe. Ik begin altijd met een verhaal gewoon wat niks met God te maken heeft. Oké. Helemaal niks. Dus ik begin altijd met een verhaal van... Dus jouw kind heeft die muur onder zitten poepen. En jij kan dat niet voorstellen. Maar stel je voor dat je naar voorganger bent en je wel eens ruzie met je vrouw hebt. Ja. En je komt die kerk binnen. weet je wel, dat je denkt van... Oh, maar wacht even. Even ontspannen. Weet je wel, we zijn thuis. Ja. En dat er gewoon een heel luchtig verhaal is. En ik vertel dan gewoon een verhaal. Bijvoorbeeld die ik was verteld. Een slang die bij mij thuis... Ik ga hem heel kort vertellen. Een slang die bij mij thuis ontsnapt is. En ik raak in totale paniek. Want ik weet niet wat ik moet doen. Weet je wel. En ik durf dat beestje niet te pakken. Zo'n slang is meer een regenworm. Maar goed, ik durf het niet te pakken. En op een gegeven moment... die kleed ik dan helemaal aan. Maar dan... Komt mijn vader naar beneden. En wij doen twee hele rustige man. Mijn moeder. Oh, Peters figuur, weet je al. En die denkt, wat moeten we doen? Oh. En mijn vader die zegt niet zoveel. Maar als hij wat zegt, is het slim. En hij pakt een bezem. Wij doen twee grote stappen opzij. Mijn vader gaat een aanval. En uiteindelijk pakt hij. Weet hij die slang te klemmen. Tussen de bezem en de vloer. En hij pakt die slang op. En hij gooit hem terug in zijn kooi. Want mijn vader is sterker dan die slang. Mijn vader heeft de slang verslagen. En weet je, mijn vader in de hemel. Heeft ook de slang verslagen. En ik weet niet waar jij in je leven mee worstelt. En ik weet niet waar jij mee speelt. Maar wat er ook, wat de situatie ook is. Jouw vader is sterker dan de slang. Sterker dan jouw situatie. Mooi. En dan kom je met power. Maar het mooie is dat je het normale wereldje. Ik maak mezelf helemaal belachelijk als Mietje. Ik maak allemaal details. Dat is een gillende keukenmeid. Ik door het huis. Ja. Ik zet mezelf neer als een Mietje. Maar vervolgens kom ik bij de autoriteit van mijn vader. Ja, mijn vader. En zo is mijn vader in de hemel ook. Met de echte... Mooi. En dan maak je een brug van fun naar teach. Ja, en dan hou je de Bijbel erbij. En dan komen de verhalen die ontstaan zijn in jouw intimiteit. Dan komen de verhalen die ontstaan zijn vanuit de geestelijke wereld. Ja. Maar dat is de taal van alle generaties. En zeker ook van kinderen en tieners. Inderdaad. Gaaf. Ja. Mooi gedaan. Ja, lekker. Heerlijk. En hoe kan je, en zeg maar ook wat ik mooi vond, je was toen ooit in onze gemeente toen, in Oase. Ja, toen was jij weer gepeerd. Toen was ik hem gepeerd. Ja. Ik heb het wel teruggezien. Oké. En wat ik mooi vond, is dat je
is dat jij je ook, zeg maar, jongeren leert om in de kracht van de Heilige Geest te laten wandelen. Ja. Dus wat je heel vaak doet in diensten, is dat jij niet zelf gaat bidden. Ja. Is, maar dat je andere generaties, ja, voor elkaar laat bidden. Ja, zeker. Ik ben eigenlijk... Kijk, ik heb een andere bediening als frontrunners. Dus, ja, dus ja. Dat is voor mij heel duidelijk. Kijk, wat ik eigenlijk doe is... ik bid in de afgelopen 5 jaar... Ik denk dat ik bijna niet voor mensen gebeden heb. Ja. En dat is niet omdat ik dat niet durf of wat dan ook. Maar dat is gewoon omdat ik eigenlijk... maar, nee, maar het is, de reden daarom is eigenlijk gewoon heel simpel. Hij die in mij is sterker dan hij die in de wereld is. Maar die tekst is niet voor mij. Die tekst is voor ons. Ja. Dus... Ik als bediener wil eigenlijk juist leren. En dan komt eigenlijk weer dat principe waar we het net over hadden. Degene die preekt is degene die het meest leert. Maar degene die bidt is ook degene die het meest ervaart. Ja. Dat zijn intimiteitsmomentjes. Zijn autoriteitsmomentjes. En die ontneem ik iedereen. Ja. Dus wat ik doe is... dan ga je bidden voor je buurman. Laten we eerst stil worden. Laten we eens luisteren naar de Heilige Geest. Wie krijg jij op je hart? Oké, die zit helemaal aan de andere kant van de zaal. Maakt niet uit. Ja. Gaan we zo meteen naartoe lopen. En dan ga je een woord van profetie, een woord van kennis, whatever, een genezing, ga je over uitspreken. Of kinderen, kom eens naar voren. Kijk, lieve mensen. Ik weet niet waar je met welke nood u bent gekomen, maar dit is vandaag het ministerteam. Ja. En daardoor het geloof laten opbouwen. En in eerste instantie bij de kinderen. Ja. Maar ook bij de volwassenen. Wacht eens even. We moeten, ons geloof moet zijn als een kind. Hier staan 20 kinderen vooraan, of 100 kinderen, whatever. Die hebben het geloof van een kind. Hoef ik niet heel veel te doen. Ze hebben het geloof. Ja. En dan gebeuren er ook dingen. En dat is leuk. Ja, en het leuke is, ik sta erbij en ik kijk ernaar. Ja, nee, inderdaad. En het is ook... Kijk, ze hoeven dan niet alleen... het is geweldig als je uitnodigen. Maar uiteindelijk hoop je dat het een soort overslaat. Want dit is wat ze elke week kunnen doen. Ja. Dit is waar ze bijvoorbeeld een dienst mee kunnen eindigen of mee kunnen beginnen. Of dat ze een moment kunnen pakken en dat ze kunnen zeggen van... Hey, dat de voorganger zelf dat aanpakt en zegt, hey, we activeren dat. Ja, het is gewoon een cultuur. Het is gewoon een cultuur die je gaat bouwen. Oh, kan dit ook? Oh ja, dan gaan we het vaker doen. Ja. Inderdaad. En dan kan je laten trainen, dan kan je mee aan de slag gaan, weet je wel. En het is ook een soort herinneringetje die in je brein even moet komen van... Oh ja, wij hebben allerlei gewoontes onszelf aangeleerd. Net als tandwinst. Ik hoop dat je ook de tanden voelt. 2 keer per dag. In geval. Dit is ook een gewoonte. Oh ja, wacht even. We hebben ook nog kinderen. Oh, wacht even. Wat ik ook wel eens vaak zeg. Als je zegt, waar staat She Generations voor? Is op iemand die 70 is, denken we vaak dat hij 70% van Heilige Geest ontvangen heeft. En iemand die 7 is, 7%. Maar dat is natuurlijk bullshit. Ja, dat is echt bullshit. Dat is echt bullshit. Weet je, de voorwaarde is geloof. De voorwaarde is Romeinen 10, vers 9 en 10, die zegt: als je met je mond beleidt en met je hart gelooft. Dat is eigenlijk de voorwaarde. Ja. En als iemand dus vervuld is van de Heilige Geest, dan zijn het die kinderen. Ja. En natuurlijk mogen ze dat leren. Hè. We moeten ook niet doen alsof ze verder zijn dan wij op bepaalde gebieden. Want dat is natuurlijk ook niet zo. Niet op alle gebieden. Maar we kunnen echt wel van ze leren. Ja. En dus behandel ze ook zo. Ja. Waar denk jij dat, zeg maar, voor voorgangers in de gemeente de meeste winst is behalen nu? Wat je tot nu toe ziet bij kerken. Waar zie jij, zeg maar, de meeste potentiële winst voor hen? Om de eerste stap te zetten. Ja, ik denk... ik kom natuurlijk heel veel verschillende kerkstromingen. Van PKN tot heel charismatisch. Ja, dat vind ik al helemaal mooi. Dus daar zit natuurlijk ook een verschillende... Dus zou ik verschillende antwoorden op moeten geven. Maar eventjes in het algemeen. Denk ik dat hij het meest zit bij het doe niet tienerachtig of kinderachtig. Weet je wel? Want daar prikken ze doorheen. Ja. Maar ben het. En om wat te doen, moet je tijd gaan steken of gaan delegeren. Wat ik wel eens meemaak, we hadden het er ook hiervoor even over. Wat ik dan wel eens meemaak, voordat de kinderen naar hun eigen dienst gaan, dat gebeurt dan vaak, mogen alle kinderen even naar voren. Ja. En dan komt er zo'n kindermomentje. Ja. En dan staat die stoere gasten van 12 jaar, die staan er dan bij en die denken echt, hoe kom ik hier zo snel mogelijk weg? Ze zijn al op dat moment een soort attractie geworden. Mm-hmm. En als ze iets niet willen zijn als jonge puber, is dat je een attractie bent. En dan vervolgens gaat de dominee ook nog eens een... Nou jongens, weet je wat ik heb meegenomen? En die gaan dan op een manier praten. Denk, dat ben je helemaal niet. Wees gewoon rauw. Wees gewoon eerlijk. Wees gewoon echt. Kom met je poepverhalen. En doe de pak uit. En wees echt. Ja. En als je daarna weer in de rol van dominee gaat stappen, is het dus niet meer echt. Dus het moet ergens gaan matchen. Dus als jij niet in die rol kan stappen,
besteed het dan uit. Nee, klopt, maar dit is niet alleen PKN. Hè? De ja, dat is overal. Maar dit is ook de broeken met soms ja. met gaten erin en de spijkerjasjes. Ja, ja. Nee, maar dit gebeurt echt overal. Dit gebeurt echt in de evangelische Pinkster ook overal. Want we doen het allemaal goed, er zit geen kwaad in. Hè? Nee, totaal. Maar het werkt niet. Het werkt gewoon niet. Nee. Dus je moet op ooghoogte gaan komen. Want net eventjes over Stuk TV. Ja. Nou, Stuk TV, daar kan je ook weer van vinden wat je wil. Ja, maar wat als zij iets goed doen... Het is echt mega leuk, want wij keken er ook wel eens naar. Alleen, er wordt zo verschrikkelijk veel gevloekt. Gevloekt, ja, dat is het jammer. En dat is gewoon jammer. Ja, je moet er gewoon zelf een piep op zetten, Je kan helemaal... Je wordt er helemaal gek van. Gevloeken, schelden, ja, klopt. Maar wat die gasten doen, is eigenlijk alleen maar vragen... Wat is jullie behoefte? En dat is wat wij gaan doen. Dus op het moment dat zij... zeggen, jullie moeten linksaf, gaan ze linksaf. En de kijkers voelen zich op dat moment gehoord en gezien en erkend. En daarom groeien ze. Maar kinderen voelen zich niet gehoord, niet erkend en niet gehoord. Dat had ik al. Niet gehoord en niet erkend. Dus waarom zou je naar die man luisteren? Ja. Of die vrouw? Waarom zou je naar het aanbiddingsteam gaan die eigenlijk alleen maar over hun heen zingt? Ja. Dus je moet echt in contact gaan komen. En soms heb je daar gewoon een professional voor nodig. Ja. Iemand die snapt, die taal spreekt. Ja. Ja, dat is de meest makkelijk. Want dan zit je eigenlijk in de funfase. Maar die funfase is essentieel om bij die impactfase te komen. Ja. Want wij willen vaak oogsten zonder te zaaien. Maar je moet zaaien. Je moet verbinding. En zaaien is verbinding maken bij dit soort generaties. Ja, mooi. Gaaf. Ja. Dus ja, weet je, als je luistert naar deze podcast en je bent geïnspireerd. Ik ben heel erg geïnspireerd geraakt. En ik denk van, oh ja, sommige dingen. Weet je, als je dat gewoon weet. Als je daar gewoon meer bewust van bent. Ik heb zowel, trouwens, het is wel goed om te zeggen dat ik op een gegeven moment ook wij hadden een tienerwerker aangenomen en uiteindelijk ook een kinderwerker. Dus hebben we in de begroting ingeregeld. Ja, en daar hebben we wel echt heel veel vrucht van gezien. Ja. In de Zoals? Nou, is dat je inderdaad ziet dat er verbinding ontstaat met wel dan een soort centrum waar mensen konden komen, jongeren konden komen. En dat was een beetje gemengd met ons tienerwerk. Ja. En dan kwamen ze van buiten en van binnen. Oh, ja. Maar daardoor ontstond wel die mooie connectie. Gesprek en die connectie. Ja. En uiteindelijk zijn er heel veel van die gasten van de straat, zijn toen destijds de straat afgekomen. Ja. En ook tot geloof gekomen. Ja. Of een hele diepe ervaring of een hele diepe aanraking gekregen van de Heere God. En het mooie is dan weer, dan komt hij weer terug, sterker er weer rond. Wie zijn hier, dat die gasten van de straat tot geloof zijn gekomen, wie zijn hier ook van gegroeid? Je eigen tieners. Want klopt. Zij hebben ineens gezien, oh wacht even, het is dus blijkbaar ook ja, maar het bleef altijd zoeken, zeg maar. Tuurlijk. En dat was, voor ouders was dat, want ja, die kwamen heel rauw uit de wereld en hun vonden dat, die vonden dat toch wel wat lastiger, want het moest toch een eigen tienerwerk worden. En weet je, het blijft altijd zoeken en wat er gebeurde was. Maar dat heeft met visie te maken, denk ik. Ja, dat heeft ook met visie te maken. Ja. Klopt. En dat... Daarin waren we gewoon nog niet goed ontwikkeld. Ja. En dat moest gewoon verder uitgebouwd worden. Maar ook dat de jongeren van buiten gewoon moeilijk konden inhaken in onze gemeente. Ja. En dat leg ik dus bij mezelf. En daarom geloof ik dat deze podcast zo belangrijk is. Van ja, hoe kun je in de algehele cultuur van je samenkomsten, van je kerk, dat het wel een welkom is naar tieners. Alleen al onze eigen kerktieners vonden het al moeilijk. Ja. Niet omdat ik zo per se zo wazig was. Ik had genoeg passie en dat soort dingen. Maar toch, de hele cultuur van de kerk is gewoon alleen maar gericht op ouderen. Ja. En dat wordt het wordt bijna gevraagd of bijna geëist, zeg maar. Ja. En dat is soms moeilijk om die stap te zetten. Maar weet je, dit zijn wel echt hele goede sleutels. Begin met zo'n Matthew-project. Begin gewoon de Heilige Geest, weet je wel. Begin gewoon generaties voor elkaar te laten bidden, zodat ook dat respect groeit en denkt van, wauw, dat kind, weet je, heeft voor die gebeden, voor die ouderen. En die ouder, diegene is aangeraakt. En er gebeurt wat. En er gebeurt wat. Ja. Denkt ze, wow, dan wordt er ook weer, komt er ook weer meer waarde. Ik heb misschien wel een leuk getuigenis. Ik heb dat boekje geschreven, De Macht van de Witte Leeuw. Ja. En dat gaat over de 7 superpijlen. En een van die pijlen is de pijl van genezing. Voor mij is dat de gele pijl. En op een gegeven moment zijn er kinderen aan het bidden voor een volwassene. En die zeggen, in de naam van Jezus, ik schiet de gele pijl af. En je ziet al die volwassenen kijken. Dit is een verhaal die ik gooi, ik was er niet bij. Je ziet al die volwassenen kijken, de gele pijl af. Laten we het even gezellig houden. Ja. We hebben het over. En het moment dat het kind die genezing uitspreekt aan de hand van die gele pijl, geneest die persoon. En na dat gebed gaan natuurlijk al die wat zat je nou te bidden, weet je? Er is een wonder gebeurd, maar waar had je het nou over? Nou, ik heb geleerd om de gele pijl te zetten. Dat is een taal die zij gaan leren spreken, die ik dan bedacht heb.
maar die in de geestelijke wereld net zo goed autoriteit heeft. Dus het is de taal die je moet gaan leren spreken van hun. En dan gaan ze het begrijpen en dan kunnen ze het ook gaan toepassen. Ja. En je zegt de vormen, misschien van mij gaan we ook naar een einde toe, zo'n mooie cliffhanger, misschien naar een, de volgende aflevering. Ja. Dan kunnen we nog eens, misschien eens even verder praten. Want dan heb je het over kerkstructuur. Ja. Van wellicht leven in een tijd waar we daar ook eens kritisch naar moeten kijken. Ja, absoluut. Is dat een leuke cliffhanger of niet? Ja, dat is een hele goede cliffhanger. Volgens mij heb je nog niet laten zien. Want, nee. Ja. Ja, het is misschien wel leuk voor het einde van hype. Ook Koen heeft 3 boeken geschreven. Voor kinderen. En ik kan alleen maar het enorm aanbevelen. Want onze jongens zijn helemaal gek van jouw boeken. Ja, cool. Dus ze lezen hem helemaal binnenstebuiten. Ja. Dus, maar even, hoe ben je daar? Heel simpel. Ik ben erop gekomen. Wat ik merkte is, ik spreek ergens en dan ga ik weg en dan is het klaar. Weet je? Dus ik wilde iets achter kunnen laten. Mooi. En dus ik daartoe ging kijken van wat voor boek, voor wie dan? Ik had ook nog een paar andere boeken geschreven. Maar toen kwam ik er eigenlijk achter dat die oude gasten van 12 jaar en die meiden net zo goed, die achteraan staan, die naar voren moeten en denken, ik schaam me kapot, ik wil weg hier. Dat er hun, zij worden gewoon niet begrepen. Dus ook qua boeken, er is niks voor hun. Er zijn allemaal bijbelverhaalboeken. Ja. Geweldig, prima. Goed voor de bijbelkennis, et cetera. Er zijn boeken over David en Goliath. En houd op. Ja. Maar de lessen, over de geestelijke wereld, over wat ze, over identiteit, over intimiteit, daar is gewoon helemaal niks over. Nee, klopt. Dus ik dacht, ik moet een interactief boek maken met spelletjes, fun, teach and impact, met een verhaal erin, blunders van mezelf erin, dat ze denken van, dit is gewoon, dat het pakkend is, dat moet gewoon gaan komen. Dus dat is een beetje uit de hand gelopen dat de hele serie geworden is. Ja, ja. En die wordt, deze vooral deel 1, deel 2 ook bijna, die zijn mega veel verkocht al. Ik weet niet eens precies hoeveel, maar het loopt echt door het hele land heel hard. Wow. En omdat er gewoon blijkbaar heel veel behoefte aan is. Wow, voor de ouderen, 8 tot 12 jaar. Het is echt heel moeilijk dingen te vinden die echt aansluit bij, dat klopt, die generatie. Ja, zodat ze het ook begrijpen. En dan zeggen, mijn kind leest. Ik kan je één ding vertellen. Ik ben zelf zo dyslectisch als maar kan. Oh, ja. Ik kan niet stilzitten. Ik moet altijd weer bewegen en doen. Ja. En ik heb het geschreven met gasten die ook zo zijn, van 12 jaar. Als zij het saai vonden, of ik zelf vond het saai dat ik het niet meer kon lezen, een propje van maken, weggooien, opnieuw beginnen. Want ik wilde juist dat die mensen die moeilijk kunnen lezen, die snel afgeleid zijn, daarom is die dynamisch boek geworden, dat zij zeg maar aan de slag kunnen. Door middel van fun, teach en uiteindelijk impact gaan ervaren. Dat ze in tongen gaan spreken. Want wordt het ook wel eens gebruikt in kinderwerk? Zeker. In kinderwerk? Ja. Okay. Wordt heel veel gebruikt in kinderwerk. Okay. Die kinderen krijgen een boekje allemaal. En dan gaan ze en per pijl gaan ze dat dan afwerken. Okay. En deel 2 per hoofdstuk dan. En deel 3 ook. Dus dat gebeurt. Maar vooral deel 1 gebeurt heel veel. Omdat het heel, heel beeldend wordt voor ze. Ja, en uit kunnen ze leren stappen. Ja. Gaaf. Ja. Nou, geweldig. Echt een geweldige inspiratie. Dus weet je wat, doe je voordeel ermee. We hebben altijd een handout die we altijd nasturen. Die bij de video's staan. Er staat altijd een linkje onder in de YouTube waar je de handout kan downloaden. En daar staan eigenlijk alle punten op die we hebben besproken. Die daar even samengevat staan, zodat je het ook makkelijk kan teruglezen. Ik hoop dat je gezegend bent met deze podcast. En er komt nog een nieuwe podcast aan over dit onderwerp. En hij heeft al een prachtige cliffhanger gegeven. We gaan het hebben over hoe bouw je aan die structuren in de gemeente. En kijk ook zeker volgende keer weer. Heel veel zegen en tot de volgende keer. Ciao. Ciao.